eTwinning bestaat 10 jaar. Hoe gaat het nu met docenten en leerlingen die een paar jaar geleden met eTwinning hebben gewerkt? Hoe kijken zij hierop terug? Deze keer zijn we op het Hervormd Lyceum West in Amsterdam. We spraken met wiskundeleraar Erik Atsma over wat eTwinning voor hem betekent en vertelt Menal over haar ervaring. Ik ben Menal, ik ben 17 jaar oud, ik zit op het Hervormd Lyceum West en ik woon in Amsterdam. Het project waar ik aan werkte heette A Taste of Maths en dat had dus te maken met wiskunde en eten. Het project ging vooral over opdrachten maakten en wij studeerden op naar andere scholen in het buitenland. En zij maakten dan op hun beurt weer opdrachten voor ons en die maakten wij dan. En de oplossingen daarvan die posten we op de Twinspace of op de Blogspot. Zodoende ging het project een beetje heen en weer. Ik ben eigenlijk een beetje blind erin gestapt. Want ja, je weet natuurlijk, je zit op het TTO, tweetalig onderwijs, je weet dat je internationale dingen gaat doen. Op een gegeven moment hoor je dat je een project gaat doen met wiskunde, dat vond ik wel leuk, want wiskunde is een van mijn lievelingsvakken. Ik dacht van, oh leuk, wiskunde en eten. Nou, eten vind ik ook helemaal leuk. Dus ja, het klonk wel fijn in de oren. Ik kan me heel goed herinneren dat ik direct bevriend raakte met een aantal leerlingen uit Italië. En daar heb ik nog steeds wel regelmatig contact mee op Facebook. Dus ja, dat is wat me echt het meest is bijgebleven. Die projecten hebben voor mij veel betekend. Ik heb inmiddels 2 projecten afgerond en ik ben nu met een derde project bezig. En het eerste project is al iets van 7 jaar geleden, geloof ik. Sindsdien heb je veel contact met Europese collega's, waardoor je ten eerste natuurlijk je Engels heel erg verbetert, want je schrijft allerlei e-mails in het Engels. Ten tweede ben je heel erg bezig met wiskunde op een andere manier. Wat ervoor zorgt dat je andere dingen ziet. Je leert andere werkvormen. Je ziet hoe andere collega's dingen aanpakken. Je leert heel veel van webtools gebruiken. Op de eTwinning webpage. En we gebruiken in dit geval nu ook een wiki. En dus je leert veel meer verschillende dingen te gebruiken dan dat je in je normale lesgeven doet. Daarvoor had ik nog nooit van webtools gehoord. Had ik nog nooit gehoord wat een wiki was en wat een Twinspace was. En dat is eigenlijk toen ontstaan. En van het eerste project ben ik automatisch in het tweede project gerold, waarbij ik een deel van dezelfde partners heb gebruikt. Nou ja, dat project ging ook weer hartstikke goed. Het was met meer scholen, waardoor je eigenlijk nog meer contacten legt. Waardoor je nog meer te horen krijgt van nou ja, hoe gaat het met de wiskunde daar. Je ziet eens boeken van anderen. Je ziet hoe formeel ze daar met wiskunde bezig zijn ten opzichte van ons realistische rekenen. Zij leren weer van ons daar heel veel van en zien onze boeken en zijn heel verbaasd over hoe leuk wiskunde eruit kan zien. Mijn plannen voor de toekomst zijn wel graag in Nederland studeren. Maar zodra ik klaar ben met mijn studie, of ja, eigenlijk halverwege mijn studie, als ik dan de stage moet verrichten, wil ik die wel in het buitenland doen. Uiteindelijk wil ik graag in het buitenland wonen en werken. En dat is wat het project echt bevestigd heeft bij mij. Zodra wij internationaal contact kregen met kinderen, kreeg ik de bevestiging van, hey, dit vind ik leuk. Ben je benieuwd naar meer ervaringsverhalen? Volg eTwinning dan op Facebook en op Twitter.